Welkom, dames en heren. Mijn naam is Maestro. En we gaan vandaag FIFA 16 spelen. De demo. We spelen met Real Madrid tegen Barcelona. Ik heb nog niet gespeeld. Dus we gaan eens bekijken wat het gaat worden. Barcelona krijgt de aftrap. Nou, kom op. Dus even kijken. Oh, mooi afgepakt, Garrett. Met je supercool staart. Oh jee, wat doe ik nou? Garrett Bill heeft een supercool staartje, joh. Oh. We gaan eens even testen hoe het allemaal speelt. Want ik ben een fervent FIFA gamer. Ik speel ja. Al zolang ik me kan heugen speel ik FIFA. Ik speelde FIFA op de PlayStation 1 al voor het eerst. FIFA 97 denk ik dat was. En ja, sindsdien elk jaar gekocht. Tot nu toe op de PlayStation. Dus maar ik moet zeggen, de FIFA 15, het middenveld, dat klopt ook. Dat was gewoon, ja, je kon eigenlijk zonder middenveld spelen. Klinkt misschien heel gek. Maar het middenveld was niet echt belangrijk of zo. Terwijl, als je echt voetbal kijkt, het middenveld is altijd het belangrijkste onderdeel van het spel. Daar wordt ja, gespeeld. Kijk, de aanvallers die moeten scoren. Ik zit hier nou een beetje te kloten. De aanvallers moeten scoren, maar ja. De middenvelders die bereiden het spel altijd voor. Dus even kijken. Wat gaan we doen? We staan hier aan. Ah, Jezus Christus. Doe ik nou toch eventjes wat aanvallender. Spelen, drukken met team gaan we doen. Oh, lopen, lopen, lopen. Ik moet nou ook uitkijken met... met de aanvallers, dat die niet te vlug moet worden. Dat je de hele tijd op wat ik nu eigenlijk zit te doen, omdat ik nog FIFA 15 gewend ben, is dat ik de hele tijd op de sprintknop duw als ik wil gaan tackelen. Maar dat moet je eigenlijk dus niet doen. Dus dan moet ik me eigen afleren, maar ja, dat duurt even. Oh. Goed verdedigd. Nou, Marcelo, pak hem op. Naar Kroos. Naar Ronaldo. Naar Benzema. En dan moet hij Gareth Bale komen. Die komt niet. Ja, hij komt wel. Oh, goede redding. Oh, het is buiten spel. Ja, minder. Ik had gehoopt van... nou kunnen we doorbreken, maar het lukt niet. Even kijken. Oh, moet ik nou toch? Ik moet wel zeggen, verdedigen was nooit mijn sterkste kant op FIFA 15. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat, hoe het zich gaat vormen. Maar ah, oh, een klote schotje zeg, Benzema. Ik denk hij haalt vlammend uit me. Ja, over de grond, daar heb ik wel aan. Suffert. Nou. Nah. Niet erg, niet erg. We hebben nog tijd genoeg. Nou. Nah. Ronaldo, moet die nou heel speciaal gaan ingooien? Oké. Okay. Als jullie dat willen. Modric. Modric is echt wel een fijn spelertje. Lopen nou, ach. Hé, hey, dit is ook nieuw. Ik kan gewoon doorhalen op de keeper. Kon vroeger niet, niet echt. Ah, dit is te hard. Haal hem. Ah, hij haalt hem nu weer. Jammer, jammer. Maar,
Ik moet zeggen, de eerste indrukken, hij speelt goed. FIFA 16. Dus ik breng elk jaar natuurlijk wat verfijning aan de game aan. En ik moet zeggen, het speelt goed. Het ziet er ook gelikt uit. Maar ja, daar zijn wij eigenlijk wel gewend. Maar het verdedigen met name vind ik redelijk goed voelen. Want ik had eigenlijk gedacht van, als het weer moeilijker is, dan weet ik niet of ik zo goed in verdedigen ben. Want ik was in FIFA 15 ben ik nooit zo'n geweldige verdediger geweest. Maar hier gaat het tot nu toe nog goed. Duim even voor me jongens dat het nog dat zo blijft gaan. Of doe meteen even een duimpje omhoog. Dat is nog leuker. Ja, de bruggetjes die ik hier sla jongens, dat is... Oh, wat is nou toch? Ik zag het eigenlijk al aankomen, maar ja, ik denk schiet toch maar. Rust. Chili in de tweede helft. De tweede helft gaat beginnen. En krijgt de aftrap. En ik moet wel zeggen, het scoren gaat is wel weer moeilijker geworden. Wat ik net allemaal zei over het verdedigen. Ik moet nou wel zeggen, het scoren gaat nu wel moeilijker als in 15. FIFA 15. Maar ja, dat is ook niet erg op zich. Oh, lekker balletje. Oi! Penalty! Modric versiert een penalty. Woehoe. Ja, nee maar. Sukkel. Moet je daar niet tackelen, hè? Kijk, wel eens aan te zeuren. Nou, ga weg met je Minecraft. Sorry dat er even tussendoor kwam. Hier heb je Ronaldo. Nou, eens even kijken. Oh jee. Simpel, easy. Ja, een speler als Ronaldo moet dat ook wel kunnen. Dat steek gaat wel de goede hoek in, moet ik wel zeggen. Maar hij heeft hem gelukkig niet. Nou, dan gaan we nou maar de scores uitbouwen. Als het als 4-15. Of 16, dan zeg ik nou. Ik moet er nog zo aan wennen. Als FIFA 16 uitkomt, dan ga ik een seizoen opstarten op YouTube met PSV. Dan speel ik gewoon alle competitiewedstrijden met PSV. En dan ja, wil ik natuurlijk kampioen worden, dat zou het leukste zijn. Maar... En het gaat dan beginnen als het ja, als FIFA 16 uitkomt. Ja, dat is eind september, dus... En dan zullen... Eerst een paar keer zullen... Er een aantal wedstrijden achter elkaar komen. Dus dan komen binnen 2 weken een paar wedstrijden. Maar dan wil ik het... Synchroon laten lopen aan... Het echte voetbalseizoen. Dus dat er elke week... Of elk weekend eigenlijk... Een wedstrijd online komt. En... Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Ik denk het wel. Oh. Ja, sorry hoor. Ik ben ook nog even een beetje... Ik zit eigenlijk niet zo goed op te letten. Nou dat ik het allemaal aan het vertellen ben. Maar ja. We zullen weer eens wat gaan concentreren op de game. Speelt echt lekker, joh. Ah, dat is simpel. Dan even naar de keeper toe. Navas. Kijken of die ook nog eens kan voetballen. Ah, een goed balletje. Ook niet echt druk op hem gezet natuurlijk. Kijk, en met Bale is dit wel makkelijk. Ja, het is buitenspel sowieso. Oh, het was net geen buitenspel. Maar ja, we hadden er ook niks aan, want daar Stegen zat ertussen. Kopballetje. Goed zo. Oppakken die bal. Nee! Wat doe je nou toch? Gareth. Suffert. Ja, lopen ze elkaar in de weg. Ah. Ben je er nu moe van? Van die suffertjes. Dit speelt dan bij Real Madrid. Zou het aan mij liggen?
Nou, ja, we zullen het maar op het laatst houden dan, hè. Oh. Oh, shit. Ah, niks aan de hand. Iniesta is ook niet erg scherp. Ja. Ik wil eigenlijk nog een doelpunt maken. Het zou nog wel leuk zijn, hè? Een velddoelpuntje. Ja, dat moet nou toch gaan kunnen. Hallo? Ja, buitenspel wat? Hij steekt zijn vlag toch niet op? Ik stap toch op één lijn, man. Ja. Maar hij steekt zijn vlag niet op. Dus ik denk, ik kan door hem, ja. De scheidsrechter die beslist het toch weer anders. Nee. Dan moet het nou toch maar gaan gebeuren. Ja, wat doe je nou? Een free kick? Waarom? Ja, ik vind het goed, maar... Ah, Pedro kan erin komen. Pepe. Naar Modric. En dan naar Rodriguez. Oh. Mm-hmm. Ik moet wel zeggen, de voorzetjes geven is op zich wel relaxed. Oh! Check hem hier dan. Lekker doelpuntje, Benzema. Nog een keer kijken. Ik denk eerst dat gaat niet lukken, maar dan jaagt hij hem daar eventjes in de kruising. Wauw, een goed schot. Nou, 2-0 tegen Barcelona. Niet slecht, niet slecht. En ik moet jullie ook wel vertellen, ik ben niet zo'n goed truc te spelen. Kijk, ik kan al een paar trucjes met Ronaldo bijvoorbeeld, maar... Ja. Op FIFA 15 was ik al niet zo goed truc. En dan als je dit ook nog FIFA 16 en speelt nog net wel anders. Ja, dan... Ik niet te veel van me verwachten. Oh, oh. Ik denk, ik kom nog wel bij Ronaldo aan, maar... Oh, Marcelo lopen. Want nou krijgt Alba... Maar Alba, wat staat hij hier te doen? Eerste wedstrijdje gewonnen, dames en heren, op 4-5-16. Waarom blijf ik nou heel 4-16-15 zeggen? Zeg gewoon 4-16. Misschien nou moeilijker. Nou, goed. We kijken nu even naar de statistieken. Maar het ziet er goed uit. Het ging mij eigenlijk alleen maar om te testen. En daar is de demo ook voor. Dus ik denk, ga eventjes een wedstrijdje doen. En ik ach, neem hem gelijk op. Dan kunnen jullie het ook kijken hoe het speelt. Ik speel op de PlayStation 4. Misschien, ik weet niet of jullie het al gezien hebben. Ik denk het wel. Maar ik moet zeggen, het speelt goed. Het ziet er goed uit. En ja, we winnen met 2-0. Dus wat is er nog meer? Hè? We kunnen in ieder geval meer wensen. Verder. De wedstrijdoverzicht. Doelpunt. Ja, 2 natuurlijk voor ons. 7 schoten, 5 op doel. Oh. Nou, het balbezit is wel om het even, zeg maar. Tackles, ieder 5. Wij 1 overtreding, Barcelona 2. En voor de verder rest is het eigenlijk niet zo spannend. Wij 2 keer buitenspel. 3 hoekschoppen. Nou, dit is wat er allemaal gebeurd is. Nou, ook niet zo interessant. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als het zo is, doe even een duimpje omhoog. Het helpt mij enorm. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Zoals ik altijd zeg, houdoe.